Ik ben kapot, denkt hij. En met zijn kromme, stramme lijf sjokt hij uit alle macht achteraan in de immense stoet. Mannen, vrouwen, kinderen, zelfs dieren. Het is een gemekker, geblaar, gejank, gemopper, gelach, gezang van je welste. Maar hij is stil, in gedachten verzonken, in gevecht met zichzelf. Hij had gehoopt, gebeden dat zijn volk eens bevrijd zou worden uit slavernij en dat hij daar dan bij zou zijn. En nu? Zijn ze vrij? Is hij vrij? Ze zijn niet meer in Egypte. En hij is krom van het stenen sjouwen voor de piramides. En dat hoeft hij niet meer te doen. Maar ze zitten wel midden in de woestijn. Hij probeert uit alle macht goede dingen te bedenken. Er is toch iets goeds aan? Iets om dankbaar voor te zijn. En hij denkt, ja, elke dag hebben wij hetzelfde brood uit de hemel. Wonderlijk. En we hebben een wolkkolom die ons leidt overdag en een vuurzuil die ons leidt in de nacht en mijn schoenen slijten niet. En ja, God zal toch voor ons zorgen, toch? En Mozes is niet gek, hoop ik. Mozes heeft net het bevel gegeven dat ze om moeten keren. Dat betekent dus dat ze teruglopen naar Egypte. Dat betekent dus dat ze teruglopen in de armen van de vijand, van de onderdrukker. Mozes is gek. En het betekent ook dat hij, die achteraan liep, nu voorop loopt. Ze hebben het bevel gekregen om hun kamp op te slaan tussen Migdol en de Rode Zee. Hij probeert te rusten. Zijn hoofd ligt op zijn buidel, maar hij doet natuurlijk geen oog dicht. Dan hoort hij in de verte een onheilspellend geluid. Hij hoort paardenhoeven. Hij hoort ratelende wagens. Hij hoort voetvolk. De farao met zijn leger komen hen achterna. Het geluid wordt luider en luider. Zo ook de onrust om hem heen. Angstkreten. Mensen pakken snel hun boeltje bij elkaar. Het is een chaos. En dan zegt Mozes, pak je spullen, we lopen naar de Rode Zee. En dan? Wat moet je dan bij de Rode Zee? Zwemmen of verzuipen? Hij kan niet zwemmen. Zo lopen ze door totdat ze aan de rand van de zee zijn. En dan ziet hij in de verte dat Mozes zijn hand uitstrekt en dat de zee, nee, de zee splijt zich dwars door midden. Er ontstaat een pad en aan weerskanten ziet hij muren van water. En Mozes loopt zo over dat pad de zee in en het volk gaat erachteraan. Hij als laatste. Ze kunnen gewoon lopen door de zee. Hij kijkt om zich heen en hij ziet zeewier en vissen. En hij kijkt achterom en dat had hij beter niet kunnen doen. Hij ziet het leger van de farao aankomen. De eerste paarden en wagens lopen al de zee in. Maar wat ziet hij? Hun paarden glijden uit en hun wagens komen vast te zitten. En hij roept nog naar iedereen, redder, ga nou sneller. Maar ja, hoe snel kan een volk met gewone mannen, vrouwen, kinderen en dieren? Het schiet niet op. Hij kijkt regelmatig achterom. Maar daar schiet het ook niet op. Zo ploegen ze voort.
tot hij met zijn tweede been net op het droge is. Op dat moment heft Mozes zijn arm weer en met een donderend geraas storten beide watermuren in elkaar. Het volk staat met open mond te kijken. Het hele leger wordt in de pan gehakt. Overweldigd door het water. Ze zijn er stil van. Totdat iemand een tamboerijn pakt en begint te zingen. Zing voor de Heer zijn macht en majesteit zijn groot. Zing voor de Heer zijn macht en majesteit zijn groot. Zing voor de Heer zijn macht en majesteit zijn groot. Zing voor de Heer, zing voor de Heer, zing voor de Heer. Hij staat aan de kant en hij klapt met zijn stijve, kromme handen. Mozes is zo gek nog niet. En God